wat is voor jullie levenslust? Levenslust is voor mij genieten van het leven en het maximale eruit halen. Voor mij is passie en doen waar je gelooft en altijd uit positiviteit en gewoon denken van kan. Dames en heren, het huis van levenslust gaat open. Bij deze opening. We hebben dit georganiseerd. Dat is een club mensen. Dat zijn enerzijds wat ondernemers uit Utrecht. Maar er zijn ook mensen die bij de gemeente werken. Dus de gemeente speelt ook een rol. Maar niet regisserend of leidend of dirigerend. Maar biedt met name ons ruimte om ons ding te kunnen doen. Het is gebleken dat in Utrecht breed er behoorlijk wat mensen waren met stemmingsklachten. En dan heb ik het over mensen die problemen ervaren waardoor je gewoon niet lekker kunt functioneren. En tegelijkertijd is daar een hele grote groep mensen, zoals vandaag dan weer bij elkaar gekomen, die bezig zijn op een meer of minder professionele manier om iemand verder te helpen in lekker in je vel komen. Ik verzamel mooie momenten op plukjemomenten.nl. En wat is dat, plukjemomenten? Dat is een verzameling van mooie momenten. Ik vraag mensen in de trein en op andere plekken om een mooi moment achter te laten om dat voor me te tekenen. En ik heb al 3000 verzameld in de afgelopen 2 jaar. Dus ook hier zijn we bezig met verzamelen van mooie momenten. Ik hou van het leven. Ik vind het hartstikke leuk om met mensen samen dingen te doen. Nou, ik doe het nu dan als wethouder en politiek en bestuur. Maar heel veel voor de stad betekenen. En dat vind ik het leuke van deze bijeenkomst hier. Mensen die gewoon zelf levenslustig iets willen gaan doen. Nou, zag wat voor een spirit, energie erin zat. En lekker meedansen. Wie wilde zijn levenslust for life. Let's go. Er was een keertje in de trein, was er een man en die keek om het hoekje. En ik ging naar hem toe en vroeg, wilt u voor me tekenen? En hij zegt, nee, dat kan ik niet doen. Ik leef op straat. Ik ben nu aan mezelf aan het werken. Ik heb niks. En hij was een dagje weg geweest en ik vroeg hem, hoe was dat? En hij zegt, nu weet ik wat ik moet tekenen. En hij tekent de trein waar die in zit. En ondertussen laat hij het aan zijn buurvrouwen zien. En die zeggen op een gegeven moment, meneer, u bent een kunstenaar. Ja, dat is te gek. Er zitten ook heel veel mensen uit het zorg- en welzijnsland in deze groepen. En die zijn dagelijks betrokken en hebben dus ook weet van problematieken die daar spelen. En zo proberen we dan deze groepen bij elkaar te krijgen. Wat neem je bijvoorbeeld al mee naar huis? Die openheid, dat er juist heel openlijk over gesproken wordt. En dat inderdaad meer mensen toch ook wel over levenslust nadenken. Terwijl ik altijd dacht dat het eigenlijk meer een onderwerp was dat je in tijdschriften las of wat je zelf heel erg leuk vond. Ik vind dat het echt een hele mooie bruisende energie is. En ook heel leuk dat ik voor het eerst heb gedanst met iemand die ik totaal niet ken. Dus dat was wel heel spannend. Maar dus het is vooral een hele warme, mooie energie. Ik vind sowieso leuk wat voor verschillende mensen gekomen zijn. Ja.